Yo mensen, welkom bij Reject TV. Ik ben Joey. Ik ben Jesse. Ik ben Atje. En ik ben Sando. En vandaag gaan we winkelwaartje race doen. Hey! Nou, we hebben natuurlijk ook nog een aantal regels. De tijd begint pas als je door de bochtjes gaat. En stop als je de bon in handen hebt. Dan hebben we nog een regel, dat is ook een hele belangrijke. Als je een product niet kan vinden, dan heb je ook een probleem. Want dan moet je het natuurlijk vragen. Vragen dan mag, maar dat kost tijd. Dat kost 20 seconden. En dan wordt er bij je opgeteld bij je eindtijd. Als je een product opeet of opdrinkt, dan gaat er weer 20 seconden vanaf. En je moet de boodschappenlijst van boven naar beneden werken. Want als je dat niet doet, dan krijg je nog 20 seconden extra straftijd. Oei. Ja, maar ook nog, als er een product niet is, moet je een vervangend product hebben. En als je die niet hebt, ja, dan ben je ook te lul. De strandopdracht, ja, dan wordt iets heel leuks. Dit is een heel speciaal kastje. Normaal gesproken, het mag niet meer in Nederland. Het is ook goed dat het niet meer mag in Nederland. Hier train je normaal gesproken honden mee. Dit is een stroomschokband. Met een speciaal kastje. En geloven we hebben hem al eerder getest. Je krijgt een flikker of flikker van. Niet vrolijk van. Precies. Maar wij gaan natuurlijk als strafopdracht het verliezende team. Die moet een fastfoodketen binnen met die schokband om. En die moet drinken gaan halen. Maar wat leuk is, als ik op dat knopje druk, dan doet je een hondje. Dus dan gaat het drinken daar over de vloer. Dus dan kunnen jullie denk ik al raden wat er gaat gebeuren. We doen het in twee teams. Jullie zijn team 2, nummer 2. En wij zijn team 1. Ik ga geen stroomband om doen. Lekker met de handjes. Ja. Yo, die kou was er ook. Hey, jongens. Chaos jongens. Ja. We gaan beginnen. Let's go! Oké. Eerst wat lijstje staat, kijk. Kom niet anders. Ik zal alleen wisselen. Zie je op, jongen. Dan zie ik hem. Ik ga ze kruiden. Kom op, jongen. Laat het tijd. Kom. Ja, ze hebben geen koriander. Heel goed. Let's go! Appels. Goed kunnen we nog gelijk verrijden. Dat is goed begin. Appels, jongens. Waar ligt de appel? Ik kan er overheen rijden. Zes appels. Laat me dan pakken dan. Ja. Glijfolie. Ja, hier. Olijfolie. Hoeveel? Hier. Nou, gaan we naar de pasta. Italiano. Pasta. Maakt niet uit, gewoon eentje pakken. Let's go. Dit wordt ook weer. Jochem, cijfer. Wacht, Jochem. Dag meneer. Even wat voor je? Hey. Team 6. 600 gram chocola. Heb je kant op? Nee, sorry. Denk ik. Jawel. Jawel, toch? Dit moet hier, man. Ja, hier, chocola. Ja, chocola. Snel dan, Joey. Je moet de winkel uit. Ja, hier moet op. Giet op nou. Nog meer. Spekjes. Waar kom ik toe? Jongens. Het kost nu al meer dan een minuut. Ja. Spekjes. 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 Ja. Spekjes! Zag hem! Zag hem rijden bij de zuivel? Nee, hier, wacht. Hoeveel? 600. 600. Dan gaan we door naar ananasstukjes. Blik, die zag ik daar en dan, ik denk eerst dat. Even kijken, is dat niet. Ja, dat is hier. Dag meneer. Hier, ananas. Je loopt wat voor buiten. Kijk. Ja, maar ik moet je goed af. Ja, oké. Suiker. Let's go. Let's go, panga filet, twee zakken.
Kampioen hier, is daarvoor. Ja. Check, we hebben hem. Oké. Melk, 600. Goed, jongen. Maakt niet uit, dit is bier, hier moeten we niet zijn. Melk, ja, even kijken of ik dan genoeg heb. 600 gram moet ik hebben. 200, we moeten er 3 hebben. En even kijken of ik check of we alles goed hebben. Ja, want er staat voor de rest geen gewicht erbij. Ja, kassa, kassa. We hebben alles. Gooi, 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 gooi. Yes, we gaan naar de kassa. Oh, zit druk in de gang. Race. Naar de kassa's. Oh, dit is zo druk. Nee, we gaan hier zoveel tijd op verliezen. Is er niet nog een andere kassa? Dit gaat al zoveel minuten kosten. Kassa 7 gaat ook. Ja, wij zijn de eerste. Kassa 7 gaat ook. Mag ik dasje? Nee, oké. Snel, 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 hoor. Ja. Telefoon aan scannen. Hebben we alles? Ja, denk ik toch wel. Ik hoop dat we het halen. Geen saldo betalen. Dat kan niet, hij heeft hem overgemaakt. Yes. Voor jou hebben we nou voor ons om te tekenen. Oh, want als ik een bonnetje heb, dan stop een tijdje, hoor. Want ik vind het gelijk. Ja? Ja, let's go betalen. Ja, ja, bonnetje, bonnetje en dan zo. Ja hoor. Ja, en dan de bon. Ja, dankjewel. Yes. Ja, de tijd is gestopt. Ja, doe maar zegels erbij. Nou jongens. Ja, wat vind je er nou van? Ja, nou ja, er zijn wel een paar kleine foutjes gemaakt. Kleine foutjes. We hebben alle producten. Precies. Ja. En we kunnen gewoon lekker eten. Ja, maar pak jouw telefoon er eens bij. Hoeveel pakken panga filet zou je pakken? Er staat hier panga filet, 2 zakken. Ja, 2 zakken. Oh, zakken. Maar er staan hier 2 in, hè? Zelf. Ja. Ja. 2 zakken. Zakken die kan je in de diepte. Ja, misschien was die vis wel gewoon een zak. Ja, ja. Oké. Nou. Maar we hebben de 11. Ja, oké. 10 seconden dan. Okay. De appels. Te lui, meteen een zak pakken, denk van ah, dat zijn genoeg appels. Klopt, maar 1 te veel, dus dat is ook 10 seconden. En dan hebben we dan hebben we natuurlijk ananas, blokjes, staat er ook duidelijk bij, ja, dat we blokjes zouden hebben, we moesten blokjes hebben. Klopt. We zijn te lui om te koken, dus we wouden blokjes. En we hebben ze gepakt, 500 gram te veel, maar dat maakt niet uit, dat kan niet anders. Hebben ze schijven gepakt. Nou, daar kan je blokjes van maken. Ja, maar ja, dat is dus ook in de plaats van 20 seconden 10. Maar kijk eens naar dit, 600 milligram. Die hebben we precies uitgerekend. Dat is goed, jongen. Die hebben heel wiskundig gedaan. Dan had hij nog voor de zekerheid. Oh ja. We hebben niks gevraagd. Hebben jullie iets gegeten of gedronken nog in een week? Nee, hebben we niet gedaan. Hebben we niet gedaan. Hij kan een hele kaasplank moeten opzoeken ofzo. Weet je wel. Die gratis kaas. Ja, weet dat hij kan heel die bakken, joh. Maar jullie hadden wel geluk. Kijk qua tijd. Super, super goed, jongens. Nou, pak die kar er eens even lekker bij. We gaan het lijstje erin. We hebben chili saus, onze olijfolie, de slagroom en zelfs, want echt daar hebben we het langste mee naar zoeken. De koriander. Heb jij 600 gram chocolade? Iets meer natuurlijk, want wat zijn er per stuk? 180 en anders zaten we op 540 en dat was veel te weinig. Dus daar heb ik eentje bij moeten pakken. 600 milliliter slagroom. Suiker. Ja, een hele zak. Okay. Hey! Hij maakt een domme fout. We hebben, ik denk, een minuut vergooid bij de kassa. Want jij had daar geld gestort. Ja. Alleen hij had dat saldo in rekening staan. Ik had al geen saldo, dus ik flip me uit. Maar ik ben ook heel eerlijk, jongens. Degene die in het kangetje zou zitten, zou de producten pakken natuurlijk. Nou, wij dat niet gedaan. We willen daar ook tijd voor inleveren. We weten nog niet wat de tijd uitkomt. Laten we bij ons een minuut erbij tellen. We gaan nou alvast iets doen. We gaan afspreken wie krijgt de strafopdracht. Ik heb bedacht. Zeven minuten heen. Wij zitten op
5 minuten en 40 seconden! Nee. Ja! Nee. Ja! Sander is de lul! Sander is de lul! Sander! Welkom bij de strafopdracht. We hebben inmiddels 1,5 uur gereden om eindelijk een winkel te vinden waar we naar binnen konden. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Onze, staat Rico, maar Sander, onze editor. Hij had een hele leuke strafopdracht verzonnen. Een stroomband. Gaat knoeihard. Ik heb het net getest in de auto op een klein standje en ik stuitte het al heel de kant op. Hij gaat drinken bestellen voor ons en dan gaat hij die bekers vullen. En ja, natuurlijk, zijn spieren, ja, die kunnen wel als... Ja, kijk, ik tril nu al gewoon, hè. Hoe gaat het goed voelen? Doet geen pijn of... Ja, het doet wel pijn, maar... Dus om welke arm wil je hem? Ik doe maar om de rechter. Rechter, oké. Okay. Oh, jongens, toch. Ja, die ga ik echt leuk vinden, maar ja, we doen het voor de views, hè. Oh ja, doen we het voor de views. Ja. Wij doen het gewoon om jouw pijn te laten lijden. Oh. Maar ik ga dit echt zo niet. Het was je eigen idee, schat. Zit hij goed? Ja, nou niet uit. Helaas, nee. Kijk, ik zet hem op 1. Zet hem eens op 1. Dan voel je bijna niks, kijk. 1, oké. Okay. 1. Let op, hè. Ah, fuck off. Dat stond 1. Nee, ik ga niet kunnen. Eerst de cameraman. Hallo. Hey, ik ga me zo aan, hoor. We weten het. Ja, nee. Zeg maar. Doe maar een kleine cola. Dat is al zet? Ja. Ik weet niet, soms ben ik zo zenuwachtig om te krijgen. Wat maakt het? Weet je wel wat je erin gaat doen na een beetje? Ja, ik denk ook. Kom dan. Heb je normaal ook wel vaker last van? Ja, af aan. Je gaat het niet hoger doen. Wat? Je gaat het niet hoger. Nou, Sander, je mag het beter opmaken. Ja. Oh god. En nu wordt het extra leuk, want nu gaan we de beker. Denk je dat het goed gaat komen? Nee. Hou goed je spieren onder de juiste spanning, hè? Je mag kiezen. Wat vind je lekker, Sander? Kijk, ik maar gelijk op de kamer. Nee, ik denk dat ik gewoon een lekkere cola pak. Dat is wel wat. Cola. Het is wel moeilijk, hè? De moment. Oh, dat zal ik even helpen, Sander? Zal ik even helpen? Nee, ik ben niet. Dan besparen we even wat kleine moeite. Nou, we gaan hier naar buiten. Kom erop. Oh, jongen toch. Ja, en dan reed die band af, dus daar ben ik er klaar mee. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze superleuke opdracht weer. Pijnlijke opdracht. Dit was hem weer. Maar we hebben wel heel veel plezier gehad. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En abonneer nog even op deze video, als je dat nog niet hebt. En een belletje. Wil jij nou dat iemand van ons, liefst Joey, standje 100 van de 100 doet met deze schopband om? Reageer dat dan hier graag. Bij de 50 likes doe ik het. Ja, dan gaan we zo iedereen 50 likes om. Hij gaat het gewoon doen. We want more! We want more! Nogmaals bedankt voor het kijken jongens en tot de volgende keer! Hey!